Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4. En de invasie van België gaat beginnen. Daarmee riskeren we vrijwel zeker ook een oorlog met, Engeland en Frankrijk. De vraag is nog altijd, pakken we nou wel of niet Italië erbij? Het kan voorlopig nog niet. Dus dat maakt het in die zin wel makkelijk. Nou ja, laten we maar gewoon beginnen. Volgens mij kunnen we het voorlopig prima zelf af. Hey! Frankrijk doet nou niet mee. En dat kan natuurlijk binnen enkele tellen volgen. Dit gaat trouwens goed. Ja, daar komt hij al. Daar zijn ze. Oké, geregeld. Alsof dat de planning was, maar goed. Canada doet ook mee. Computering is binnen. Decryption. Want je encryption gaat er niet lukken. En daar gaat de invasie. Australië doet mee. Zuid-Afrika doet mee. En de eerste hulptroepen worden al aangeboden. Dat is mooi. Divebombing is binnen. Dat betekent dat we... niet deze, maar wel die ook binnen kunnen halen. Mooi. Nou, België gaat vallen zo te zien. Hier wordt nog getraind. Daar gaan we heel snel mee stoppen. Belgium capitulated. Dat ging lekker snel. Go. Hier zit trouwens bij het verkeerde front. Hij staat er op zich prima, maar... Die twee hier, die doen ook niet zoveel. Hoeft ook niet natuurlijk, maar... De invasie van Frankrijk kan al beginnen. En dat gaat zo te zien ook vrij makkelijk. Zij houden stand. Zij hoeven verder ook geen gekke dingen te doen. Ze hoeven alleen maar te verdedigen. Ik neem aan dat ze dat enigszins kunnen. Light Aircraft Designer, hoppatee. We hebben de tijd een heel klein beetje te dringen dat we niet te lang over die aanvallen hier moeten doen. Reinforcements zijn ook bijna zover. Nou, hier loopt het nog een heel klein beetje vast. Ik denk dat ik even een tweede tankleger er gewoon even bij haal. Ik heb ze toch. Dus dan kan ik er net zo goed gebruik van maken. Zo, komt hij aan. Oh, wacht. Ik denk dat ik het probleem trouwens al gevonden heb. Zij zeggen natuurlijk, ja, we hebben onze missie volbracht, want we hebben België binnengevallen. Maar ja, je mag natuurlijk gewoon verder. Dat kun je vooral met deze troepen doen. En go, go. Mooi. Ik weet niet of hij nou ook daadwerkelijk doorgaat met vechten. Het zou wel fijn zijn als hij dat doet. Niet te veel risico nemen. Nee. Oh, dat is een Britse reinforcement zelfs. Oh, wacht, maar dan heb ik een heel fijn plan. Dat betekent dat ik het leger van 12 hier weghaal. Select all. Dan gaan jullie maar even met z'n allen terug naar Antwerpen. Weet je wat, dat doen we gewoon even zo. Dan wacht ik dus gelijk bij de kust verdedigen als je toch onderweg bent. Military police, klaar. Dat is helemaal mooi. Cancel en allemaal terug. Waar blijft het grote leger? Oh, hè? Danzig or War. Dat lijkt nu niet zoveel uit te halen, maar... Het is wel de bedoeling dat jullie nog even een of andere oversteek maken. Dan maar zo. German Reich declares war on Poland. Oké, betekent dat dat dus ook gaat beginnen. En daar hoef ik volgens mij niks voor te doen. Nee, dat gaat vanzelf. Oké, jullie gaan daarheen. Dat was ook de bedoeling. En deze 12. Die neem ik de missie weer af. En die gaan wat mij betreft... deze kant op. Waarom doen ze dat nou niet? Oh, omdat deze opdracht nog aanstaat. Oké, select all. Deze kant dus. We moeten proberen alles hier maximaal af te snijden vanaf C. Oeh, pik jij even net het verkeerde moment om een invasie te doen. Oké. Convoy rating. Doe je ding. Die zijn verslagen, mooi. Dus mij betreft hier gewoon de kust innemen en dat hele leger hier compleet afsnijden.
leger kwijt. Als ze maar ergens doorbreken, maakt me niet eens uit waar precies. Kijk, dat is al gelukt. Een paar tegenaanvallen. Dit gaat lukken. Yes, oké. Dan heb ik hier al een aardig leger te pakken. Jullie dan hier. En dan in één keer door naar daar. Dat lijkt te lukken ook. Deze innemen. Dan hebben we hier die haven ook vastgezet. Juist. Ja, ze verlaten massaal de kust. Mooi zo. Hierin en daarin. Ja, hier moet volgens mij wel een compleet leger zo'n beetje verdwijnen nu. Vervelend voor hun, maar natuurlijk gunstig voor ons. Het front ligt ook aan alle kanten open. Hoppatee, daar gingen ze inderdaad. Wat is hier dan aan de hand? Convoy Introduction, die komt volgens mij ook precies op het goede moment. Unrestricted Submarine Warfare. Dat klinkt prima. Dit is nog te vroeg. Dit wordt wel weer tijd. Zo. Oké. You can invite the faction. Volgens mij heeft het ook geen zin. Ik heb ze helemaal niet nodig. Oké. Weer even afsnijden. Jullie hier afsnijden. Zo. En dan gewoon helemaal langs die kust. Dat lijkt ook te lukken. Zo. Jij mag die kant op. Nou, dat is jammer dat er achter mij dan weer gelijk wordt teruggevochten. Was toen hier de bedoeling. Zo. Dat wordt de hoofdaanval. Wij dit even weer contact moet maken. Lijkt me geen probleem. Nee, mooi. Hier dan ook nog een keer. Dat lukt nog even niet. Dan wacht daar maar even. Voorlopig zit je daar goed, zou ik zeggen. Hier erdoor. Dit hier erin. Iemand nog richting Parijs toevallig. Zou leuk zijn. Daar gaat het natuurlijk om. Decryption. En daar gaat Parijs. France capitulated. Fall of Paris. En even kijken. Italië wil graag betere banden met ons hebben. Nou, dat kan geregeld worden. Geen trigger voor Vichy France. Geen idee eigenlijk waarom dat niet het geval is. Jullie zijn klaar. Deze vind ik ook ongeveer klaar. Dan begint het grote bezetten. En dat vraagt weer om wat nieuwe legers. Even kijken. Jij mag naar het oostfront. Oké, ze hebben hier een beetje huis gehouden. Maakt op zich niet uit. Off you go. Dat is het oostfront. En dan hier in het westen dus. Ja. Ik zou zeggen, gewoon een bezettingsmacht voor Frankrijk en straks eentje voor de Benelux. En met name natuurlijk die kust. Ik weet niet in hoeverre dit de complete sabotage voorkomt. Dit is dan een mooie voor Nederland. En België. En misschien ook maar even... deze hier, om daar een naval invasion te voorkomen. En dan de vraag... oh, Rudolf Hess died. Oké. Rudolf Hess was de nummer 2 van Duitsland. Die op een gegeven moment vluchtte naar Schotland om daar mogelijk een deal te maken met de geallieerden. Om samen tegen Rusland te vechten. Die deal is er nooit echt van gekomen. Maar... in dit geval is die deal überhaupt niet gelukt, want de beste man is dus neergestort. In werkelijkheid werd hij gevangen gezet. En nu wel of niet Vichy France? Even kijken. Ik denk niet, nee.
pakken gewoon alles. Italië wil erbij. Geregeld. Ja. Het is wel een wereldveroverende campagne, maar het is wel handig om ze erbij te hebben. Wat is dit? Oh, een soort mini-Frankrijkje. Oké. Oh, dat betekent dat ik hier de controle niet over heb. Nou ja, dat is dan het nadeel van geen Vichy Frans kiezen. Maar ja, goed, laten we lekker zijn kolonietje houden. Dat komt wel goed. Ik zie ook Amerikanen hier, maar ik mag hopen dat dat niet is omdat we in oorlog zijn. Nee. Oké, perfect. World tension is trouwens wel vrij hoog. Veel nieuwe fabrieken. Dit kan nog steeds niet naar level 2. Ik ga ze wel wat bijbouwen. Deze ook. Oh, dan houdt het al op. Nou, dat is dus helemaal niet veel. Nu Polen nog even verslaan. Dit is dan de invasie voor Luxemburg. Voor wat het waard is. Zo. Ik kan deze trouwens ook wel richting Denemarken sturen. Lijkt me een veel beter plan. Zo. Die eruit. Invasie. Eerste instantie. Naar daar. En als dat gelukt is, naar daar. Go. Deze tanks. Nou, ik zet ze maar even aan de grens hier. Dat wil niet zeggen dat we gelijk Spanje binnenvallen. Wat doen we hier nog? Befriend Poland lijkt me niet meer echt zinvol. Kunnen richting Griekenland. Maar dat mag niet, want... Don't meet the requirements. Greece exists, dat doen ze, denk ik, toch? Iets gemist. Ja, nee, ze bestaan zeker nog. Zijn ze... Nee, er is niks gebeurd. Nou ja, laten we maar heel even mee wachten dan. Wat doen we hier? Nu kan het wel. Treaty with the US. Ja, dat lijkt me onderhand wel een hele goeie. Dat we even die Russen nog te vriend houden. En dan waarschijnlijk gewoon starten met de voorbereiding van de invasie van in ieder geval Denemarken. Dat is volgens mij ook wel iets in de focus tree wat we kunnen doen. Fall of Warsaw. En jullie zien hem waarschijnlijk niet. Maar inmiddels staat ook in beeld de True Blitzkrieg. En dat betekent dus dat we dit gewoon hebben gehaald voor 1 januari 1940. Dat is inderdaad ruim gelukt. Even kijken. Eentje hier. Ik denk dat dit misschien... Dit klinkt misschien heel stom, maar aangezien we het zo goed doen nu... Is misschien op zich al een mooi moment om ook gewoon... Oh, wacht. Jullie... Ik zit te denken om misschien toch maar gewoon al Rusland binnen te vallen. Zwitserland. Check. Oké. Die mogen dus hier allemaal. Go. Haal ik je daar weer weg. Check. Oké. Ja, dan is de vraag hoe ver het hier nou echt rustig is. Dit... gaat niet goed, zeg nog. Zowat mijn complete subfloat is al vernietigd. Bestaat hij überhaupt nog? Nee dus. Hij is gewoon al helemaal kapot. Oké, dat betekent dat we voorlopig even niks met submarines doen. Die moeten we wel worden bijgebouwd. Dat zijn we ook niet aan doen. Wat heeft hij wel weer invoeren? Jij mag een eigen vlootje starten. Oké, manpower wordt trouwens ook een probleem. Maar dat is denk ik redelijk snel op... Ja, limited conscription. We gaan gewoon naar... ik denk extensive. Ja. Check. Oké, en daar hebben we weer 2 miljoen man paraat staan. Helemaal goed. Ik bedank je voor het kijken. Dit was aflevering 6. De vraag is, wat doen we de volgende keer? Het is eigenlijk allemaal nog heel vroeg. Maar ja, ik denk dat we gewoon snel toe moeten slaan. Het Britse leger is ook niet zo heel groot. Misschien moeten we daar maar gewoon de oversteek gaan wagen. Dat is natuurlijk een beetje een alles of niets aanval. Dat betekent dat we dit tankleger hier dus bijvoorbeeld toch maar deze kant op moeten sturen. Om ons daar klaar te maken voor de grote oversteek. Ik hoop dat je deze serie nog altijd met veel plezier kijkt en vooral ook blijft volgen. Terwijl hier trouwens nog wat staat om even op te ruimen. Die orders zijn bij deze ook gegeven. Sterker nog,
Dat maken we ook gewoon even netjes af. En dat is al gelukt zo te zien. Yes. Bedank ik je opnieuw voor het kijken en zie ik je heel graag de volgende keer terug in Hearts of Iron 4 met een inmiddels al behoorlijk groot Duitsland. Tot dan!